heren eraan. En dat zijn de Rieker Vledermaasters. En daar hebben we op doel 1 Ronnie van der Ven. En op doel 2 Filip Esteminaar. Ronnie is ook al jarenlang een ervaren shooter. Heeft zowel de compound discipline als de Rieker discipline beoefend. Is vroeger nog naar wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen geweest. En tegenwoordig weet hij zich als een duivel in een weilatervat in deze finales. Zeven. Zes. En dat waren dus de eerste pijlen van deze match. En op basis daarvan is het Ronnie van der Ven die de eerste set zou winnen en dus 2-0 zou voorkomen. Dus de bedoeling is dat de schutter die als eerste 6 punten verzamelt, dat hij de match wint. Wel, die heeft match ook effectief gewonnen. Het is dus 2 punten voor een overwinning. In de set is er bestaat gewoon 3 pijlen. 1 punt voor het gelijkspel voor beide schutters. En 0 natuurlijk wanneer hij verliest. Wie toevallig de voorbije maanden naar de Olympische Spelen heeft gekeken en naar boogschieten zag, die heeft mogelijk deze bogen die de beide heren hier hanteren herkend. Degenen die het niet van kennen, van voren op de boog zie je zo'n lightning uitsteken, een stabilisator. Dat dient om het geheel een beetje trager te maken en de trillingen op te vatten. En verder staat er nog een vizier op om te kunnen mikken. En eigenlijk is dat ongeveer alles. Dit is de basisversie van een boogschieten. En dat is wat deze heren hier ook bijzonder goed kunnen. Zes.
Ding. Negen. Een heel sterke gang van Ronnie van der Ven. 29 punten op 30. En daarmee haalt hij ook deze set binnen. En dus is de stand 4-0 voor Ronnie van der Ven. Het 4-0, dat wil zeggen dat het volgende set al gedaan zou kunnen zijn. Want dan kan hij in feite 6 setpunten gewonnen hebben. Maar dat wil zeggen dat hij dan wel de volgende 3 pijlen nog steeds de beter moet hebben van Philippe Estevinard. Indien Philippe Estevinard zou terugkomen, ja, dan kan hij misschien 4-2 terugkomen. En dan ligt de weg terug open om een langer vervolg te hebben. This. Zeven. Zeven. En dat wil zeggen dat met deze set Philippe Estevinard 2 punten voorsprong heeft op, wel in deze set heeft hij 2 punten medegeschoten naar Ronnie van der Ven. En dus krijgt hij zijn 2 setpunten en komen op 4-2. Nu, van zodra Philippe Estevinard ook de volgende 3 pijlen beter scoort met Ronnie van der Ven, dan zien we aan een gelijk stand. En dan liep het ganse plaatje helemaal open. Dus een toch onverwachte wending naar die bijzonder sterke 29 in de vorige set. En toen kwam er plots die 4 voor Ronnie van der Ven. En dat doet er nu de das op in deze set. Maar alles kan nog natuurlijk in die volgende 3 pijlen.
Акт. Акт. Vier. Acht. Acht. Negen. En daarmee is het Ronnie van der Ven, die de nieuwe Belgisch kampioen is bij de Recurve Heren Masters. We gaan bijzonder snel overgaan tot het uitreiken van die medailles. En als dat gebeurd is, dan hebben we de volgende categorie en dat zijn de Recurve Dames die zullen aantreden. Handboogschieten 2012 wordt mede mogelijk gemaakt door KLC Magazine.